2. We zitten altijd op dezelfde plek, hè? 4. Nee, ik had het hier. 7. Oh, en hier is dan? Ja. Koud. We zijn wel het allermeeste veranderd, hè? Hiske gaat langs de kant, die kant ook weer een beetje op, hè? Ololololol. Ja, lekker eten, 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 eten. Maar echt een verschil, hoor. Veel jonger ziet ze eruit ook, hè? Ja. Nu ja, nu wel, ja. Normaal gesproken zouden er nog 5 in het midden staan. Ja, ik ook. Ja, bizar. Ja, ik vind het daar jongen. Ja, ja. Staat er wel, hoor. We missen gewoon 5 woorden. Ja. 6, 7, 8, 9, 10. Ja, als Hiske er is, dan zijn we compleet. Voor mij dan die lippen. Je bent een beetje grijzig daar. Jouw foto is grijzer afgedrukt, lijkt wel. Ik ook vreselijk. Heb jij een eigen brievenbus? Ja. Hoor, zie je dat, als je dat zo kijkt? Een brievenbus op de zijkant. Ja, dat. Wat een handschoentje kut. Vergeleken met vreemde, dat is heel zo. Die was jou. Ja. Oh, daar staan we dan. We missen een kleurtje. Er is zo wat midden vrij haar. Kan nog iemand hier zo? Het haar. Zoals hier of daar. Een bakje voor dat de dames erachter staan. Ja, oh god, zijn we weer, ja. Ja. Daar zijn we dan weer. Ik heb 2 stiften in mijn hand. Dat betekent dat we weer gaan stemmen. Ja, we zijn nog met 10. Steeds minder borden. En er zullen er ook steeds minder worden. Ja, langzamerhand gaat Utopia van het opbouwen naar een ultieme samenleving, naar het afbreken van een ultieme samenleving. Langzamerhand gaan we allemaal dingen afbreken, verkopen, enzovoort, enzovoort. Dat hoort er nou eenmaal ook bij. En nu gaan wij de nominaties doen. Iedereen heeft 3 stemmen. Je mag ze verdelen, alle 3. Je mag ook kiezen om 2-1 of volop iemand te doen. Je mag de stemmen gewoon bij inwoners zetten. Voor zover ik weet hebben we geen paspoorthouders. Dus die stemmen zijn er niet. Ja, dan gaan we lekker beginnen. Ik heb 2 stiften, 1 voor reserve. Hiske mag beginnen. Weet je. Nou ja, we zagen waarschijnlijk al een beetje weer aan wat weer de bedoeling was. Ja, vandaag lastig. Ik vind het moeilijk om de 3 stemmen op een bord neer te zetten. Nee, Hiske. Sorry. Wacht, ik heb wat. Ik ging helemaal niet om. Nee, ze heeft hem niet om. Oh. Doe maar even wachten. Dat was echt goed. Hoe kan je dat nou? Dat is wel echt iets wat alleen Hiske. Ja. We love you, Hiske. What do you do? Oh, je bent standaard baas. Die is dat ding altijd kwijt. Altijd. Oh. Wat? Nou, klipt. Oh, niet geborsteld, nee. In het huisje is hem zelfs kwijt. Een heel rondje. Oh. Ja, de stemming is dus natuurlijk wel echt... Ik hoor het knopen in je haar. Klitten, ja. Ik hoor je dat net zeggen. Ik denk, oh, dat zeg ik ook altijd. Maar dat zeg ik ook altijd. Oh, met haar. Oh, god. Maar ik heb ook altijd klitterband gezegd. Ja, klitter. Zeg je nog steeds. Ja. Vorige week zei je dat nog. Ja. Maar het is klittenband. Klittenband. Ja, maak van het. Klinten. Wat is er? Van de stemming zonder een glaasje water bij. Heb je altijd een glas? Of geen altijd. Te zeggen. Neem je tijd hoor, Berlin! Met z'n allen. Dus je wordt echt boos. Ja. Ik had het niet zien aankomen. Gelukkig hebben we nog 5 minuten. Ja, op en dit dan? Soort momenten. Oh nee. En dan op dit soort de momenten. Oh. Verder weet ik hem even niet. Wat ik altijd zeg, zeg ik altijd hetzelfde dan? Over de dag, over de dag. Ja, oh ja, ja. Ja. Nu we toch met de meerderheid van de groep zijn. Het zijn toch mooie dingen? Vervolgens. Gaat hem wel om. Jeetje. Gaat hem wel om? Ja. Oh, gaat lekker. Ja. Oké, okay, pardon. Echt een soort van woorden. Waar was ik gebleven? Oh ja, ik ging vertellen dat ik het moeilijk vond. Ja, ik wil eigenlijk tegen 2 mensen wat zeggen. Lex, we gaan tegen jou zeggen. We hebben de vorige stemmingen meegemaakt. Je bent de oudste vrouw hier in Utopia. De volwassenste vrouw. Ik vind dat je meer achter je keuzes moet gaan staan. En dat wil ik je toch meegeven in deze stemming. En waarom? Ik zie achteraf dat je spijt hebt van dingen. Ik zie dat je keuzes maakt. En dat je later je wil verantwoorden waarom je die keuzes hebt gemaakt. Je moet er eerder over na gaan denken hoe je bepaalde keuzes maakt. Want jij moet erachter gaan staan. Het is jouw hart en jouw verantwoordelijkheid hier ook.
Dus ga daar meer voor staan. Ik heb je de vorige keer ook al gezegd, ook met een B&B en allerlei andere dingen. Maak je eigen keuzes en wees je daarbij. En heb ook die verantwoordelijkheid te dragen. Dus doe daar echt wat mee. Dat is de finale van Utopia. Het is er nou helemaal. Maar ga daar wel sterk in staan. Jij wil als sterke vrouw naar buiten. Ga je dan ook in de finale als een sterke vrouw gedragen. Dus dat wil ik tegen je zeggen. Milen, ze gaan naar jou. Waarom? Gisteren heb je het ook al aangegeven. Maar met de situatie. De situatie van gisteren staat bij mij buiten kijf. Waarom ik jou die stemmen geef. Want ik vind je een mooi mens. Op mijn manier hou ik een beetje van je. En ja, ik wens je gewoon buiten heel veel geluk als het zover is. En het is klaar. Je hebt alles gedaan wat je hier wou doen. En ik wil niet dat Utopia een soort van kwelling wordt. Waar jij je probeert groot te houden. En je verdriet achter je mooie oogjes wil stoppen. Dus wat mij betreft is het gewoon zoals het nu is. En hoop ik voor jou dat je snel naar buiten gaat. Want je verdient het. Aan de kant. Andere kant staat boven. Andere kant. Hey, je gaat rijtje. Ja. Dat is leuk. Goed, stemmen. Ik heb er niet heel veel over nagedacht. Ik heb gewoon heel luchtig gedacht van... Hey, met wie heb ik het minst op dit moment in Utopia? En dat is degene waar ik vorige keer ook op heb gestemd. Dus Shell, 3 op jou. Ja, een tijdje terug kon ik niet slapen, omdat ik heel veel over stemmingen aan het nadenken was. En toen bedacht ik me de vorige stemmingen. Toen dacht ik, oké, Jordi, Shelly zaten allebei op de bank. Shelly mocht blijven, Shelly stond hier te springen dat ze blij was, te huilen, Jordi ook huilen. Ik weet, Jordi had een aantal doelen. Die jij nog heel graag wilde verwezenlijken. De afgelopen week, Shelly, heb ik jou zien kleuren in een kleurboek. En ik heb jou vanochtend je script uit zien printen om te oefenen. En ik denk dat als jij weg was gegaan en Jordi was hier gebleven... dan had hij meer uit zijn tijd gehaald dan dat jij nu hebt gedaan. Hij krijgt er 3 van mij. Oeh, dat gaat niet. Dat ging niet helemaal goed, geloof ik. Je hebt nu 6 stemmen daar. Oh jee. Ja, er moet eigenlijk nog 1 bij. Ja. Ja. Ik ga mijn stemmen verdelen. Alle 3. Eentje gaat naar Jessie. Waarom? Ik hou er niet van als je al doet alsof je al hebt gewonnen. Terwijl iedereen hier evenveel kans heeft om te winnen. Dus dat is 1. Merel. Ik vind het jammer dat je hier de vorige keer stond. En eigenlijk al begon van ja, ik weet niet waarom. Maar ik geef jou 3 stemmen. Ik vind dat je ook wel eerlijk naar alles moet kijken en ook moet beseffen dat ik hier ook echt wel veel heb neergezet. Ik ben ook grootverdiener. Ik heb hier ook veel dingen bereikt en gedaan. En had ik van jou eigenlijk wel op een eerlijke manier verwacht dat jij mij nog niet op de bank had gezet. Maar dat heb je wel gedaan. Vind ik jammer. Daarom krijg jij er ook 1. En Fren, jij krijgt er van mij ook 1. Waarom? Omdat ik vind van... je hebt niet echt een eigen mening. Je volgt best wel anderen, vind ik. En ja, ik hoop ook gewoon dat je goed nadenkt over het feit van wat je hier doet. Want ik vind je wel echt een goed innerlijk hebben. Maar wees ook bewust van wie je bent. Laat niet met je sollen. En dat is wat ik jullie alle 3 wil meegeven. Jullie vind ik leuk heen en weer lopen. Dankjewel, Hiske, voor jouw woorden, wat je net tegen mij hebt gezegd. Ik heb tegen mezelf gezegd, ik kwam binnen, ik wou naar buiten lopen en heb ik gezegd, ik wil mezelf als ik straks naar buiten ga. Op de bank gaan zitten en zeggen van... ik ben een sterke vrouw, ik ben niet sterk de poort uitgekomen. Ik had heel makkelijk op jou 3 kunnen geven, Milen, omdat ik in huis wil, maar dat ga ik niet doen. We zijn allemaal winnaars hier, oh, maar sommigen denken hier een potentiële winnaar te zijn. Yes, ik geef er 3 op jou. Waarom? Omdat jij... ik weet niet, je denkt dat je al de winnaar bent, maar ik wil ook winnen. Weet je waarom? Ik heb een moedertje, ik heb ouders,
En iedereen hier, alle 10, ongeacht je wie hier, hoe lang je zit, wat je doet, iedereen is een winnaar. En ik wil met mijn moeder naar Amerika. De laatste wens van mijn moeder. Weet je wel, van mijn ouders die alles voor me hebben gedaan. Daarom gaan we 3 naar jou. En ik weet dat ik mensen boos ga maken, maar ik ben trots op mezelf, op mijn stemmen. Jezus Christus. Yes. Wat doen we? Zeggen andere mensen het over mij? Anderen over jou. Anderen over mij, toch? Ja. Deze keer best een moeilijke keuze. Ik heb er wel over nagedacht. Ga ik ze verdelen? Ga ik ze op 1 iemand doen? Er is 1 iemand hier die de afgelopen weken keihard gerokt heeft. Milenda, ben jij. En dat meen ik serieus. Je hebt die cursus gedaan. En ik vind dat je naar buiten moet gaan. En alles laten zien aan iedereen hoe jij mooi make-up kan zetten. En dat verdien je om dat nu buiten te gaan doen. Je cursus daar verder op te gaan bakken. Op de huishoudbeurs te gaan staan. En echt te gaan knallen. Mag van mij naar buiten en het daar gaan doen. Wie is er niet geweest? Meer. Ja, kom. Cool. Nee, ja, Shell. Hè, toen je vorige keer op de bank zat, ben ik ook naar je toegekomen. Je hebt ontzettend veel bereikt, absoluut waar. Je hebt ook veel geld verdiend, je hebt hartstikke goed je best gedaan. Maar als we dan vorige week een hele kwetsbare Shelly zien, alleen op het moment dat je dreigt de poort te verlaten. Waarin ik nog aangeef van, joh, ik hoop dat je de kwetsbare, leuke Shelly blijft die je dan bent. De echte Shelly. Maar ik heb er niks van teruggezien. Je zit nu alleen maar op de bank. Goedemorgen kan er niet vanaf, vind ik een van de belangrijkste fatsoensnormen hier binnen Utopia. We wensen elkaar goedemorgen, eet smakelijk en goedenavond. Of je me nou moet of niet, zo doen we dat gewoon. Er kan niks meer vanaf. Een grote bek krijgen we alleen maar. Vandaag in de vergadering weer gezeik over geld. Wat je al 1000 keer vertelt, bespreek met de groep hoeveel geld er nodig is voor acteerlessen. Het gebeurt niet. Dus ja, je kan absoluut trots op jezelf zijn, behalve, vind ik dan, hoe je de laatste tijd hebt jezelf hebt gedragen. En voor mij is de koek op. Meer. Wil je er 1 nog extra bij zetten, meer? Ja. En eentje van die 5, van die 6 weghalen. Anders dan klopt ja, er niks meer. Oké, maar dat onthouden we wel, toch? Ja. Bren. Oeh. De laatste mannen. Oh jongens, dat gaat slecht met ons. Nou, ik voel me gelukkig nog niet onder druk door de vrouwen, dus dat is wel fijn. Kom nog wel, Bren. Go power! Met die strikjes. Ja, Lex, stel het Hiske zei. Kom voor jezelf op. Weet wat je zegt en sta er 100% achter. Kijk, voor je uiterlijk gaan ze niet aan de kant. En ik zeg, oh jee, oké, ik blijf verstaan, ik moet luisteren naar Lex. Maar sta achter wat je zegt en dan kunnen ze je nooit oppakken of kan het nooit fout gaan. Ja, er staan nog wat namen. Hoe? Gaat hij weg? Yes, wat ben jij nou, ik wil zeggen. Nee, klopt. Sorry jongens, probeer het echt luchtig te houden. De meeste stemmen die ik ooit heb gezien bij je. Ja, dat doet ik wel. Maris, ik niet meer stemmen. Ja, ik ga ze verdelen. Eigenlijk al, wat ik een beetje voorspeld had. In eerste instantie wil ik 3 Milena geven. Michel, je hebt ook nog acteren. En kom op. Voeten, hoe heet dat? Stok achter de deur en ga ervoor. Ook als ik binnenkom, vind ik het echt zonde dat je aan het tekenen bent. Ik heb je de kans gegeven om het opgeheven hoofd naar buiten te gaan. En als ik zo zie, als Milena ook niet klaar was, was je denk ik morgen wel de poort uitgelopen. Dus alsjeblieft, want ik denk dat je nu misschien nog een kans krijgt, dat je echt gaat knallen. En die tekenboeken, gooi ze in de open haard, alsjeblieft. Doe dat niet meer. Pak mij ook aan de mouw, Bren, ik wil nu acteren, dan gaan we samen acteren. Maakt me echt niet uit. Maar opgeven hoog en knallen. Zeker geen stem. Ja? Oeh. Ik had er niet in aankomen. En dat is ook met de brede natie. Milen, ja, je gaat geen 3 van me krijgen. Hè? Daar heb ik echt te veel respect voor. Hoe jij je hebt gevlamd. En hoe ik ook wel stiekem hoop dat je morgen met opgeven hoog de poort uitloopt. Weer lekker naar Jens. Ja, ik ga je missen. We hebben belofte gemaakt, maar die belofte heb je ingelost. En ik ga je missen. Maar je gaat gewoon lekker knallen hierbuiten. Dus zet hem op en je krijgt 2 stemmen van me. Wow, wat een aparte stem. Speelt
helemaal bijzonder weinig. Yes, dan mag ik mijn stemmen weggeven. Of ja, eigenlijk doneren aan iemand. Lex, ja, zoals ik al zeg, ik denk dat het spelletje Utopia voor jou eigenlijk niet heel erg is weggelegd. Je bent heel erg geëmotioneerd onder. Ik denk ook niet dat je er heel gelukkig van wordt als ik zo de afgelopen stemmingen bekijk. En je bent ook nog een van de minst lange utopianen, om zo maar te zeggen. Zo ga ik ook wel een beetje ernaar kijken. En Lex, je krijgt nu 3 van mij. Oh. Dat is dan nieuw. Dus gooi je hem op. Ja. Nou, daar staan we dan. Daar gaat hij weer. Ja. Ja. Ja, wat ga ik erover zeggen? Ik bereid het tegenwoordig niet echt meer voor. Maar wat ik wel zeker weet, in ieder geval even kwijt wil, is... ik ga in herhaling vallen van wat anderen hebben gezegd. De tekenen. Ik begrijp er echt werkelijk waar niks van. Ik heb vorige week, volgens mij hebben we toen gestemd, heb ik op Jordi heb ik mijn positieve stem gegeven. Ten eerste omdat ik gewoon echt heel graag had gezien dat je weg was gegaan. Want spreken over dat ik jou het leven zuur maak. Stel, je moet eens weten in wat voor situaties je me stopt. Het is echt onverklaarbaar. Ik vind het niet normaal dat als je hier dan kan blijven en Jordi hier nog heel veel zou bereiken, dat je dan gaat tekenen. Vind ik echt een soort van woorden. En het is mooi dat Brendan nu tijdens de stemming zegt, hey, je kan me aan mijn mouw trekken, dat weet je. Want wat heb ik tegen jou gezegd toen je me knipte, vlak na de filmavond? Ik zeg, ga ermee door, ga oefenen. Ga oefenen met je uitspraak, ga oefenen met je gezichtsuitdrukkingen. Ga oefenen met acteren. Ik zeg, en je hebt het hier toen ook samen gedaan met Munira, maar ook met Brendan. Ook met Hiske. En ik heb tegen je gezegd, ik weet zeker dat als je ze vraagt, dat ze je gaan helpen. Toen kwam er een idee van de Titanic. Nou, dat idee ging snel ten onder als de Titanic. En uiteindelijk, nu zijn we maanden verder. En op de dag van de stemming besluit je uiteindelijk maar weer. Want ja, we gaan straks stemmen en ik kan maar beter bezig zijn met hetgeen waarvoor ik hier eigenlijk ben. Ik vraag me af of het wel echt een droom is. Ik denk dat het heel leuk voor dat je zal zijn als het gebeurt. Zou je mond willen houden? Nee. Ik denk dat het heel mooi voor je zal zijn als het gebeurt. Maar bij dromen mag, hè? Dromen staat vrij. Alleen de meeste dromen zijn bedrog. Pas als je er echt wat voor doet, als je er keihard voor gaat, en dan heb ik het over 6, 7, 8, 9 uur per dag. Ja. Want anders ga je je dromen niet halen, anders word je nooit de beste. En dat zit er bij jou niet in. En ik hoop dat het verandert, echt. Zo heb ik hier vorige keer ook gestaan. Op dag 1 dat je mocht blijven, heb je een andere Shelly laten zien. Vanaf dag 2 geleden weg. Ja, ik denk dat je niet te redden bent. Niet hier. Nee. Nou, ik krijg hem niet weg. Yes, volgens mij heeft iedereen gestemd. Appetee. Dus gaan we de stemmen bij elkaar optellen. Ik heb uitgedronken. Even kijken. Lex heeft er 3. Frenny heeft er 1. Jessie heeft er 4. Merel heeft er 1. Milena heeft er 8. En Shelly heeft er 13. Ja. Als we zo'n beetje naar stemmingsborden kijken, dan zitten Milena en Shelly op de bank. Ja. Morgen gaan we nomineren. Dus iedereen mag dan een positieve stem geven aan degene die hij of zij wil laten blijven. Nou, in dit geval 2 zijs. Morgen, ik denk om dezelfde tijd, gaan we weer stemmen. En dan zullen we zien wie er gaat blijven. Milena of Shelly. Dank jullie wel. Goed. Lexi, ik kom straks bij je. Hey, volgens mij zijn het met name de andere inwoners toch die uitspreken dat ik ga winnen? Ja, klopt. Wat speelt ze nou weer fucking de zielige kaart? Ik wil mijn moeder mee naar Amerika nemen. Ja, zo denken mensen. Heb ik geen ouders? Ja, dat was het eerste wat ik dacht. Toch? Heb ik geen ouders? Dat was het eerste wat ik dacht, ja. Ik wilde het nog zeggen. Ik wil toch mijn ouders meenemen naar een gezondheidsoord? Ach, en dat toch niet alleen, Jess. Het is toch gewoon bullshit. Maar je hoorde wat Shelly in de speech zei, hoorde je terug bij Alexandra. Dan weet je toch alweer hoe dat besproken is.
Vier stemmen, nou. Ik bedoel, tuurlijk wil ik winnen. Laat dat duidelijk zijn. Ja. Alleen degene die het meeste uitspreken dat ik ga winnen, dat ben ik niet zelf. Dat was Jens, dat is Hiske vandaag. Dat zijn alle gesprekken die ze voeren, al waardoor ze beïnvloed. En dat is de gedachte waar ze mee rondlopen. Ja. Maar hoe krijg jij het nou voor om op Lex te gaan stemmen? Tuurlijk wil ik winnen. Nou, zoals ik al zei. We hebben het hier net over Milène, zeg je ja, is goed. Yes, zegt. Ik zeg, nou, dat gaat hij niet doen. Ik wacht wel af tot na de stem. Nou, weet je wat een beetje het probleem is? Kijk, ik ben 100% voor om daar een bepaalde tactiek op los te laten. 100%. Alleen, het is altijd weer hetzelfde liedje. We bereiden het weer niet voor. Dan wordt de last moment wordt er dan gekozen van op wie gaan we stemmen. En heel eerlijk gezegd, ik voel er heel weinig voor om op Milène te stemmen. Ik weet niet eens, normaal gesproken, zij heeft letterlijk tegen mij gezegd van joh, ik wil hier nog wat langer blijven. Dan ga ik haar niet in één keer 3 stemmen geven. Omdat ze dan gisteren heeft uitgesproken, ja, ik wil naar huis naar een heel akkefietje wat bij haar dan in een verkeerd keelsgat schiet. Dan ga ik daar niet op stemmen, zonder dat ik weet of dat ze naar huis wil. Maar dat kan je dan toch hier ook gelijk zeggen? Ja, maar als je daarvan terug... Maar ik heb hier ook letterlijk gezegd van ja, ik zie Lex liever vertrekken. Omdat we aan Milène nog heel wat hebben. En dan maakt het allemaal niks uit, schuiven we dat allemaal weer weg. En dan gaan we dan maar op Milène. Nou ja, ik ben gisteren al heel de dag bezig geweest hier, gisteren nog voor het slapen. Overleg met Maris en His, dan kunnen we nog een plannetje erop loslaten. Want His gaat in één keer op Milène in plaats van op Lex. Dus laten we dan in ieder geval daarop in meegaan. En dan hoor ik allemaal niks, dat vind ik allemaal prima. Maar dan trek ik mijn eigen plan. Dan ga ik op Shelly, dan ga ik naar Friend to Friend. Gaan we op Shell? Ja, we gaan op Shell. Nou, ik heb precies hetzelfde. En dan vind ik het prima. Maar ik ga op Lex en dan zit ik hier ook nog te verkondigen. Ja, aan Lex hebben we het minste binnenkort. Ja, maar je loopt hier wel weg met ik ga op Milène. Nee, dat heb ik niet gezegd. Van op wie gaan we dan? Ja, Lex, Milène. Ja, doe Milène maar. En dan sta ik daar en dan denk ik van, heel eerlijk gezegd, ik voel daar niet zoveel van. Nee, maar dan ga je toch niet... Als we, mag ik ook nadenken over mijn eigen gedachten? Oh, nee, in de zin nee, van, absoluut. Als ik iets zeg, mag ik daarop terugkomen? Want, sorry, ja, maar niet op zo'n cruciaal moment. Als we nu in een verdomme finale zitten. Hemmingen, je weet ook wel dat bullshit. Dat niet kan. Nee, ik heb jullie helemaal niet genaaid. Je naait ons fucking hard, man. Ach, flikker op. In de meest kwetsbare periode van Utopia. Waar het draait om vertrouwen, naaien je 2 beste vrienden. Slappe zak. Ik heb jullie niet genaaid. En dat jullie er zo over denken... Het is gewoon te zot voor woorden. Hey, maar dat jullie er zo over denken, want dit hebben jullie met elkaar besproken. Dit is jouw mening, dat is haar mening. Weet je wat het enige is, Ger? We hebben een doel met elkaar. En zodra daar een Shelly of een Milène tussen komt... Ik ga even koffie pakken. Dan kan jij niet meer. En ik begrijp dat soort dingen niet. Want? We hebben een doel met elkaar. En dat doel... Dat en daarmee loop je nogal wat risico. Ik heb inmiddels op dit moment 4 stemmen. Hè. Als er iemand in plaats van op Milène of op Shell op mij was gegaan, had ik op de bank gezeten. En dan alsnog? Nee, maar je dag. Moet vergeten, vanaf het moment bijna dat ik hier binnenkom, de 2e stemming daarna ongeveer, ben ik alleen maar bezig geweest met jou van de bank af te houden. En dat heb ik net ook al gehoord. Ja, en dit vind ik genoeg sterke argumenten. Kijk, weet je wat het is, Ger? Je komt soms in een situatie en als het dan om Shell of Milène gaat, dan maak je gewoon rare sprongen. En als dat is hoe jij erop wil staan en dan uiteindelijk verwoord je het als zijnde, ja, ik wil liever op mijn gevoel stemmen en Milène krijgt er al genoeg. Maar weet je wat in de wereld veel belangrijker is? Is dat je achter elkaar staat. Dat is het allerbelangrijkste, Ger. En dat sta ik niet. Ik merk het bij dit soort dingen niet. Ik sta niet achter jullie. Je neemt nogal risico. Nee, maar lieve schat. Maar wat is dit nou voor raar risico? Yes, als ik 3 stemmen van iemand anders had gekregen, had ik verdomme op de bank gezeten, hè, Ger? Mm-hmm. Mag ik? Toch, want jij bent er ook vanuit gegaan dat Alexandra 2 stemmen aan Milène zou geven. Nee. Waar ben je dan vanuit gegaan? Dat in ieder geval dat groepje op Milène zou, inderdaad. Of op Lex. En jouw naam en is... uiteindelijk krijgt ze Shelly hier ook bij. En ik heb er 4. Het scheelt allemaal nogal weinig, hè? Maar oké, laten we het even zo beredeneren. Stel je voor, je had morgen wel op de bank gezeten. Of je had nu op de bank gezeten, morgen hadden we positief moeten stemmen. Ja. Stel dat er dan publiek stemmen bij waren gekomen. Ja, maar stel, nee, maar jij zegt het zelf altijd van, joh, daar hoef je niet vanuit te gaan als het nog nooit is gebeurd. Nee, maar we kunnen wel risico's uitsluiten. En dat is wat we continu aan het doen zijn. En daar kan je prima in meegaan. En vanaf het begin ben je bezig met stembriefjes. En nu in één keer, dan gaat het om Milène en dan volg je liever je gevoel. Ik heb vanaf het begin, dus vorige week, heb ik al gezegd van, joh, ik wil het liefst op Lex. Heb ik 3 keer aangegeven in de tent. Hier geef ik het nog een keer aan van, joh, ik heb het liefst dat ik op Lex ga. Ja, dat is wel een goed idee. Gaan we er weer over twijfelen. Dan wordt Milène maar naar voren geschoven. Ja, daar heb ik wat meer moeite mee inderdaad. Maar je gaat uiteindelijk weg en het is oké.
En je komt terug. Nou, het is niet oké, maar ik moest er wel naartoe. En ik wou er nog even over nadenken. En ik zit met twee dingen. Of ik ga op Milena, die waarschijnlijk al genoeg stemmen gaat vangen. En ik wil eigenlijk niet op haar stemmen. Of ik ga op Blacks. Dat maar is het. Milena heeft toch ook uitgesproken dat ze naar huis wil? Denk je dat Milena hier nog veel te behalen heeft? Ik heb een gesprek met Milena gehad, inderdaad. En die wil hier nog een tijdje zijn om haar make-up kunsten te laten zien. Is ze daar heel erg mee bezig? Ze is er wel mee bezig, ja. Oké. Nou, ik vind het gewoon bijzonder dat op het moment dat een van je exen in het spel komt, en dan heb ik het niet over Frenny, want vorige week ging het namelijk om Frenny de gemoedstoestand. Ja, en dan is weer verschrikkelijk, want dan heb ik niet op Michelle gestemd, enzovoort, enzovoort. Nee, joh, weet en dat het bullshit. Is bullshit. Nee, maar yes, dat is bullshit. Blijf jij het verantwoorden zoals je wil, maar ik vind het belangrijkste in het leven dat we achter elkaar staan. En dat is bullshit. Want jij kan wel zeggen van ja, nee, Frenny, Frenny dit of Frenny dat. Maar je zegt net tijdens de stemming ook letterlijk van ja, ik had gewild dat jij weg zou gaan. Dat was toch letterlijk? En dan ja. Is het leuke neveneffect dat Frenny erbij hoort. Want Frenny vindt haar niet leuk. Oh, dan speel je. Maar dat is niet leuk. Nee, maar dus dan speel je op haar gevoel van nou, omdat Frenny. Oh ja, maar ik heb het ook deels voor Frenny gedaan. Nee, ik kijk op je. Toch? Ik heb het nu over het knelpunt bij jouw keuze, ja, niet maar, bij mijn keuze. Maar oké, okay. Jij hebt letterlijk toch tegen me gezegd van joh, ik heb het ook deels voor Frenny gedaan. Ja. En maar ik had heel graag gewild dat ze wegging. Precies, maar dat is toch vanuit jezelf beredeneerd, of niet? Ook. Ja, ook. Ja. Maar nu zit je te verkondigen, de vorige keer heb je verkondigd van, nee, ja, ik heb het voor Frenny. Jij neukt Frenny toch, of niet, Ger? Dan moet je toch een andere keuze maken. Maar zeg je dat nou letterlijk? Zeg je dat nou letterlijk? Ja. Dus je neukt Frenny? Ja, dat is toch zo, of niet? En dan uiteindelijk kan je de keuze maken Shelly of Jordi. Zit je en nou dan kies lullen, je ervoor joh? Dat Shelly hier blijft. Weet je wat het is, Ger? Je brengt jezelf door je hele utopia heen met betrekking tot vrouwen gewoon in een hele lastige situatie. Wat jij allemaal zit te lullen nu? Oh, is dat niet waar? Je neukt Frenny? Ja, dat is toch zo, of niet? Ik vind het bijzondere woordkeuze. Oh, dan vind je het een hele bijzondere woordkeuze. Hartstikke goed. Hartstikke goed. We hebben het altijd over neuken en dan nu in één keer. Maar in een discussie, je neukt Frenny toch? Je neukt Frenny toch? Ja, maar dat is toch zo, of niet? Met sowieso de houding die je aanneemt, de manier waarop je het zegt. In een discussie, je neukt Frenny toch? Je kan toch ook een normale discussie voeren, of niet? Ja, tuurlijk kan ik een normale discussie voeren. Nou, ik heb er in dat opzicht weinig van gemerkt. Nou, je gaat naar bed met Frenny, je hebt seks met haar. Maar op het moment dat er andere meiden tussenkomen, waar je ook wat mee hebt gehad, dan heb je moeite om een normale keuze te maken. Ik heb mensen die ik lief heb, of in ieder geval lief heb gehad, of die iets hebben betekend in mijn utopia, heb ik wat langer hier. Het betekent niet dat ze bij de laatste vijf zitten, want daar ben ik clear over geweest. En dat kon jij ook nog niet zeggen tot vorige week of anderhalf week geleden. Ik ben er clear van. Jij weet precies hoe ik de finale voor me zie. Dat weet jij precies. Tot de mens aan toe. En dat weet ik bij jou nog niet eens. En waarom is het dan op dit moment nodig om dit soort risico te nemen? Ik heb nu vier stemmen, hè, Ger? Wat je hebt vier? Ja, ja. Als er één iemand anders die op Shell of op Milan is gegaan, op mij was gegaan, dan had ik een probleem. Ja, en stel je voor, er waren 10 oud-Utopianen binnengekomen. Die hadden ook allemaal op jou gezet. Ja, dan had je ook op de bank gezeten. En als dit was gebeurd, als er een helikopter met een stift, bof, had je ook op de bank gezeten. Controle over onze eigen stemmen. Ja, tuurlijk. Maar het is van, ja, maar als dit was gebeurd, als dat was gebeurd, als dat was gebeurd, ja, dan zat ik op de bank. Ja, dat klopt. Ja, ik vind het nog een risico. Yes. Ja, en als we Mariska in één keer dit. Je verantwoordt het lekker zoals je zelf wil. En ik vind het allemaal prima. Maar je moet niet aan de wereld gaan verkondigen dat je nu ineens op gevoel stemt. Terwijl daar alles daarvoor... Nou, ik heb gevoel, yes. Ja, dat is anders niet te zien. Nee, ja, voor de verkeerde mensen. Voor de verkeerde mensen. Ja. Pannenkoek. Weet je wanneer... Ja, toen ik je loopt weg en dan ga je maar lekker in jezelf lopen lullen. Toen ik begon over dat nummer van Kees, maar toen was het enige je loopt weg. Nou, hoef je niet. Je loopt in eerste instantie weg, kom je weer terug, ga je weer babbelen. Je zou toch weglopen? Ja, dan nee, is het toch klaar? Maar dan is het toch klaar, of niet? Ik heb het over het nummer. Je wou toch weglopen? Dan is het toch klaar met de discussie? Je zegt dat je twee aparte profielen op Spotify wil hebben. Dat is lekker gevoel, pik. Daar heb ik toch ook met jou overlegd, of niet? Lekker. Je vraagt niet, hé, hoe gaat het met het nummer? Oh. Toch of wel? Heb jij dit kunnen doen? Yes. Heb jij overlegd dat jij een eigen nummer zou doen? Dat jij met Remco zou bellen? Nee, dat jij met Remco hebt gebeld om een eigen nummer te fixen? Dat is ook allemaal vanuit jou bekeken. Ja, maar begrijp je dat niet, Ger? Je hebt het nul met mij overlegd. Twee eigen profielen. Maar wat moet ik met je overleggen? Had je dan gezegd, nee, dat wil ik liever niet? Nee, maar dat is toch wel netjes als onze samenwerking. Ik heb het de dag ervoor tegen je gezegd. Ja, maar toen was je er al mee bezig. Dus je zou het al doen. Dus er was geen overleg mogelijk. Nee, want meneer had het al besloten. En het was het enige om mij nog even mededelen voor je. Ik heb het al besloten, dus ik ga Remco bellen. Dan is er toch geen overleg mogelijk? Want
Wij moeten toch alles samen doen? Worden? Het is toch netjes om dat op voorhand te doen? Ik heb joh, gezegd, ja, toen je ermee bezig was. Ja. Toen je ermee bezig was. Ja, niet eens... Toen had ik Remco nog niet gebeld. Nee, maar toen had je wel besloten dat je nummer wou maken. Ja? En voor de rest heb je geen enkele vorm van interesse getoond? Nee, omdat ik me gepasseerd voel. Omdat ik in een samenwerking verwacht dat als jij iets over denkt van joh, ik zou het echt tof vinden om mijn eigen nummer te doen. Dan zeg ik van joh, ja, be my guest. Ja, dat heb ik vorige keer gedaan. Twee keer. Toen heb je gezegd dat heb ik liever niet. Waarom, maar yes, waarom lach je nu? Ja. Nee, maar waarom lach je nu? Kom op nou, man. Waarom lach je nu? Wat ben je nou aan het doen? Nee, maar waarom lach je? De vorige keer twee keer waarom lach je en overleggen waar, en toen wou je het niet. Waarom lach je daar en loop je weg? Maken. Dat is toch fucking zwak, of niet? Ah, kom op, man. Nee, dan zit je... Je lacht mijn hoofd gewoon uit. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Oh, nice. Je bent een super vriend. Jij lacht me uit. Je bent fantastisch. Vlek. Je had in ieder geval... Jij bent echt fantastisch. Jij bent een vriend. Jij bent een vriend. Jij wil. Jij bent een fucking vriend. Je lacht me uit. Je loopt weg. Want dan is het einde discussie. Meneer komt de sterkste uit de strijd. Ik ga weg en ik lach je uit. Fantastisch. Super. Jij moet een keuze op een team baseren. Een fucking 10. Ja, jij neukt Frenny, toch? Dat zei hij. Ja, omdat ik dan op Shelly had gestemd. Jij neukt Frenny, toch? Ja. Dat kwam er nog even terug. Ja. Oké. Okay. Ik denk, waar gaat dit nou weer over dan? En dan heeft hij een discussie met mij en dan zegt hij, je neukt Frenny toch? En van, jee, doe even normaal. We zitten toch gewoon een normale discussie te voeren? Ah, oké. Okay. Poepvlek ben ik genoemd. Poepvlek? Ja, poepvlek. Ik heb hem genaaid. Maar je hebt hem niet genaaid toch? Want je zou dit toch doen? Nee, maar... Waarom heb je hem genaaid? Want ik weet eigenlijk helemaal niks. Ik heb 3 op Lex gestemd. Ja. Want ik wou niet op Milena stemmen. Oké. Okay. Want was dat eigenlijk wel de afspraak? Of ik heb geen idee namelijk. Het leuke is, een uur van tevoren wordt dan even van, oh, dit gaan we doen, dat gaan we doen. En dan moeten we allemaal Jessie maar volgen in een stoet van la 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 la. Jessie, je bent de baas, je mag alles bepalen. Ik heb nog niet eens een gesprek met Milena gehad. Milena wou je nog wat langer blijven, dus dan ga ik niet op Milena stemmen. Mm. En ik zei in eerste instantie van ja, is goed. Maar dan loop ik daar naartoe, want ik moest er naartoe. Dan zeg ik van ja. Je moest heel vroeg al. Jij moest naar mij al zelfs. Daarna. Dan voel ik me er niet goed bij om een Milena te stemmen. Nee. Dat doe ik niet. Oh, en dan heeft meneer weer gevoel. En zodra dat Shelly of een Milena in het spel komt. Oh, dan ben je in één keer weer heel gevoel. En mijn moeder lekker naar Amerika willen gaan. Mijn moeder die hebben alles voor me gedaan. Snap je, weet je. Dus mag ik ook een keertje mijn eigen moeder in het zonnetje zetten, Jessie. En sorry over je ouders, maar ik heb ook ouders. We hebben allemaal ouders. Weet je wel, omdat je dit nu weer persoonlijk opgevat. Ik vind het altijd wel een beetje jammer hoor, Jessie. Maar ja, 3 stemmen. Ja, omdat ik gewoon weet, Jessie. Bedoel, je 3 krijg je van mij. Jij zou niet op een bank gaan, Jess. Moet ik dan weer een makkelijkste wil gaan? Oh, ik geef een Milena maar weer 3 stemmen. Maar vind jij dat van iedereen die hier is, dat ik al die fucking stemmen verdien, Lexi? Ach, verdien ik ze allemaal voor alles wat ik hier doe? Yes, moet ik nu ook die 3 van dit Gerrit heb gehad ook zo persoonlijk gaan opvatten? Lexi, dat moet je lekker zelf weten. Ja, maar, dat moet je lekker zelf weten, want hij heeft zijn argumenten. Ja. Maar verdien ik deze 3 stemmen? Verdien ik ze? Vind jij dat als je nu om je heen kijkt, naar buiten mij om, naar die 9 andere inwoners, vind jij dat ik 3 stemmen verdien? Vind jij dat ik 3 stemmen verdien? Wat had ik dan met mijn stemmen moeten doen dan? Dat zeg ik niet. Vind jij dat ik ze alle 3 verdien? Het zijn mijn stemmen toch? Ik moet toch achter mijn stemmen staan? Maar vind jij dat ik dat verdien voor alles? Dan gaat het niet om of je het verdient, Jessie. Ja, dat gaat het niet om. Het gaat er gewoon om. Ik geef jou gewoon stemmen. Omdat ik gewoon weet, je gaat toch niet op een bank zitten. Had ik dan weer een makkelijkste weg in moeten gaan, Jess? En waarom gebruik je dan argumenten erbij? Als jouw argument is, ik ga toch niet op de bank zitten. Zeg dan gewoon, jij krijgt de 3, want je zit toch niet op de bank. Maar je haalt er van alles en nog wat bij. Ja. Bij. Ik kan ook winnen en ik wil mijn moeder meenemen. Ja, nee, weet je wat ook, ik heb gezegd, Lexi? Ik speel de zielige kaart niet. Ik doe dat niet. Echt. Weet je waarom? Altijd maar persoonlijk opvatten. En net zo buiten. En daarom heb ik een succesvol leven. Ja. En weet je wat het is, Lexi? Ik wil ook, als ik win, mijn ouders meenemen naar Amerika. Ja, ik ook. Maar mag ik toch zeggen? Omdat het ook niet goed gaat met mijn vader. Maar weet je wat het is, Lexi? Ik gebruik die slappe argumenten niet. Oh, slap, ja, Janus. Ja, is goed. Yes. Ik heb die 3 stemmen van jou niet verdiend. Maar ja, sorry. Je gaat er maar even over nadenken wat je hebt gedaan. Ja. En laat de laatste keer zijn dat je zo'n fucking rare sprong maakt. Wat zeg je nou? Dat het de laatste keer moet zijn dat je zo'n fucking rare sprong maakt. Ik heb die 3 stemmen niet verdiend, Lexi. Mm. Voor alles wat ik hier doe. Voor alle keren had ik stemmen dan wel aan me verdiend, aan Jessie. Als ik 3 Milena had gegeven, had ze het dan wel verdiend aan Jessie.
Milena wil onder andere naar huis. Waarom ga je alles, Shelley verdient toch alles met elke discussie met ik jou, Jesse? Ik het helemaal niet, is het op de vergadering, Jesse? Alles gaat is het persoonlijk. Jij vat alles persoonlijk. Is het een klein ding, is het alles persoonlijk. Maar vat zijn niet deze alles zo persoonlijk. Mijn fucking gezicht hangt erbij. Persoonlijker dan dit wordt het niet. Ik heb mijn gezicht hangt er ook bij. Ik heb ook 3 stemmen gehad. Ja, en... Ja, maar sorry, mag ik een lepel pakken? Ja, zeker. We kunnen hem ook delen. Ja, is ook goed. Ik ga mijn gember hier maar snijden. Oh, mag ook een stukje. Wat gezellig hier de laatste tijd. Nee, zeker niet. Was je daarom nou aan het lachen? Ja, nou kijk, weet je wat het gewoon is? Jesse moet leren om het niet elke keer maar op een persoonlijke vlak te doen. Van ja, maar jij moeder, maar dan gaat hij gelijk weer over zijn ouders praten. Weet je, waarom mag ik niet mijn moeder een keer ook in het zonnetje zetten? Ja. Weet je wel, en ik vind gewoon, ik heb daar echt voor mezelf als een sterke vrouw daar gestaan. Zonder iets, weet je wel. Ja. En ik mag stemmen geven op wie ik wil. Ongeacht iemand boos is, weet je wel, of die praat nu niet met me, of die praat nu met me. Als diegene niet meer met me, met mij wil gaan praten, zijn die zielig. Want ik mag mijn stemmen geven op wie ik wil. Ja. Klaar. En dan gaat hij tegen me tekeer, ik verdien het niet. Nu net. Weet je wel, ja. Okay. Ik had de makkelijkste manier kunnen doen om ze om Milena te geven. Maar ik wil ze niet om Milena geven, wil ik niet. Dat is prima, toch? Weet je wel, maar goed. Hoe hij er zo tekeer gaat. Maar Alexandra, je hebt je stemmen daar toch net verantwoord? Nee. Toch maar jij hebt je stemmen daar toch staan. Je hebt verteld wat je vindt. Ik heb het verteld, ja. Maar dat is toch prima, dan hoef je toch... Dat is dat. Weet ik, en dat zijn jouw stemmen. Maar als hij dan zo helemaal wit zweet op binnenkomt... Ja, maar dat is... Mijn Lex, dat is zijn tekortkoming. Dat weet ik, weet je wel. Dus, en ik vind gewoon... Kijk, luister lieverd. Weet je wat het gewoon is, een vriend? Daarom moest ik gewoon lachen. Ik wou gewoon iets doen wat niemand van mij verwacht. Want ik ben de labiele Alexandra. Alexander staat nooit achter de keuze. En ik wou gewoon zien dat ik ook ballen heb. Weet je wel, daarom heb ik gezegd... Mocht ik de volgende keer wel naar huis gaan... Ga ik net zoals...